beginnen niet met de financiën, die hang ik vanmiddag eventjes. Oh. Als er mensen natuurlijk naar kijken. Wat? Jawel, dat komt goed. Ja? Oké. Nou, het zakgeld is weer bijgewerkt. Ik zou een heads-up geven voor de mensen die onder de 20 euro staan. Die zijn als volgt. Andrea, Frenny, Jordi, Ilene, Merel en Mariska. Ik niet meer. Oh ja, ja, neem maar, dit is een... Niet van... Ja, grapje. Je hebt een lening afgesloten, meid. Er staat nog meer in het rood. Bij wie? Bij Jiske. En het zijn nog 11 nachtjes totdat de nieuwe uitkering van 100 euro zal plaatsvinden. En het doel is niemand in de min deze maand. Ja, en ik hoop echt oprecht dat dat gaat lukken. Er zijn een aantal mensen, bijvoorbeeld Shelly met 27 cent, Jessie met 2,10 euro. Dat ik bij mezelf toch zit van oeh. En Merel ook met, Merel Milene met 3,23 euro. Ik zit van oeh, gaat het goed komen? Maar, gelukkig heeft je Jens heel veel geld voor Milene. Ja, inderdaad. Hoe wordt dat eigenlijk gedaan? Dat weet ik trouwens niet. Volgens mij hebben we dat al besproken, dat alles in de pot ging. In de buffet. Ging van Adriaan ook toe. Ja. Oké. Ah, dat moet ik wel even... Ik hou van geld in de buffet, jongens. Laat ik daar duidelijk over zijn. Maar als iemand voor zijn vertrek aangeeft dat hij zijn geld over wil dragen aan iemand... Adriaan is het vergeten. Maar die had wel al 2 weken voordat hij weg zou gaan tegen mij gezegd... dat hij leuke dingen voor Jens wou kopen van zijn geld. Of dat oké was. En dat hebben we wel altijd gedaan. Ja. Als Jens zijn geld over zou willen dragen, als hij ervan uitgaat dat hij weggaat, dan is dat wel eens goed recht. Jens, indien dat je morgen naar huis gaat. Ja? Ja, als de groep erachter staat dat het naar Milena mag, dan is dat super. Oké, dan een volledig bedrag naar Milena? Ja. En andersom denk ik ook. En hoe denkt de groep daarover? Prima, lekker. Ja, prima. Ja, hij heeft zijn geld gespaard, toch? Dus als hij het dan weg wil geven, doet hij dat wel. Mag ik dan heel even je pen, want dan kan ik daar even rekening mee houden in het zakgeld. Het was zo netjes als je het iemand anders kunt. Maar ja, het is natuurlijk nog niet klaar, hè? Dus ik zal er niks over schrijven. Nee, maar als Milene weggaat, indien dat, dan... indien dat Jens weggaat... Die krijgt de schuld van Milene. Nou, Milene heeft 3,23 euro. Dat is toch weer 3,23 euro. Ja. Iemand mag gewoon de BV. Is bijna een fles wijn, hè? Probeer ons wel om te kopen, Jens. Maar ik zal even met Milena even checken, maar ik denk dat de groep gewoon nu wel... Dat het gewoon is van, als je weggaat en je wilt je geld... aan iemand anders geven dat het gewoon kan. Als Milena gewoon groot. Moet wel van tevoren aangegeven worden bij dat geldbezit. Ja. Dus het kan niet achteraf bij het vertrek van. Nee. Ja, maar die had tegen mij gezegd dat ik. Nee, wanneer de persoon al weg is, het is definitief akkoord op de volgende persoon. Ja. Nu is in Marokko. Van Adriaan was het veel toen, hoor. Want Dries heeft. Oké, mooi. Nu ben ik je vriend, omdat je aan mijn wangen mag knijpen. Ach, joh. Waar zijn ze voor vorige keer? Vraag, anders leg je volgende week uit. Sorry. Oké, zullen we beginnen, jongens? Dat zijn de Er zei, het lijstje van de notulen van de vorige keer is bang er niet. Ligt hier niet. Ah, zullen we dan beginnen met de markt? Ja. Oh. Misschien nog eerst het Dolphinsoffestival evalueren? Ook heel goed. Of niet? Oh. Zeven. Zullen we daar eerst mee beginnen? Nee, dat is 2 weken geleden. Nee. Zullen we daar eerst mee beginnen? Evaluatieverlof. Vertel. Snippen. Heb je een check voor mij? 1 pakje, 2 pakjes. 1 pakje. Voor mij. Merel, 1 pakje. Ja. Gerrit, 1 pakje. Hoeveel is die stekker? Nee, Jesse kan niks betalen. Drie zoveel had je toch? Een offerte. Nou. Nog andere dingen? Maar even in de mail kijken, daar stond het in toch? Ik heb geen idee meer. Nee. Ik stuur hem wel gelijk een mail. Ik loop met je mee naar de regenboog. Nou. Je hebt een offerte gekregen. Ja, hier. 300 ex. Maar dat is voor 1 dag, hè? Welke? Die? Ja. Maar die zocht ik niet. Toch? Die zocht ik ook niet. Voor 1 dag. Heb je dingetje? Aansteken. Voor 2 dagen is 300 ex. Nee, check. Die heb ik hier net neergelegd. Oh, schattepop, dat had ik helemaal niet gezien, joh. Gekkie. Ja. 300 voor 2 dagen achter elkaar. Oké. Okay. Die doe ik weer terug in je zakje. Vlieg mee.
Ligt je oude taart alweer in haar nest? Oh nee. Jammer, joh. Thank you. No problem. Nog iets anders nodig? 3 extra stemmen. Volgende week. Kost dat? Jij wilt 3 extra stemmen? Ja. Oké. Okay. Kost dat? Nee, gratis, meid. Oh. Miro en Garrett. Even kijken. Ja, dankjewel, meid. Geen probleem, Schert. Hey, kip. Moet wat, hè? Ja. Zet je dan de laatste dag in? Ja. Nou, even lekker vreten. Beetje sporten. Eigenlijk zoals elke andere dag hier. Ja, inderdaad. Inderdaad. Alleen wel raar om ineens zo ook bij zo'n vergadering lekker je handen ervan af te trekken. It's not my problem anymore. Ja. Heel vreemd. Zeg maar, je bent er bijna 10 maanden lang ben je er onderdeel van. En dan denk je gewoon, het is helemaal niet eens mijn probleem, joh, wat hier gebeurt. Ik boek hem lekker. Ja. Ik zie het allemaal wel in de aflevering. Ja. Ja, joh. Gekheid. Ja, ik denk toch dat ik het niet kan laten om in ieder geval de komende week nog even te spieken hoe het met jullie gaat. Denk het ook. Even streampje 1 aanzetten. Ja. Ja, bizar. Ja. Ja, het lijkt me heel gek als je gewoon weet dat je naar huis gaat. Ja. Ja, ik heb er wel vrede mee. Het is, snap ik. Mooi zoals het is. Mooi geweest. En ik hoop dat Dalaan niet sterk blijft. Ja. Ja, ik zal er ook proberen te steunen. Dat ze in ieder geval niet zelf de keuze maakt om... Nee. Want dat zou echt doodzonde zijn. Ja. Dan kan je beter nog even die weken uitzetten. Al zouden het er 2-3 zijn, dat moet ze kunnen. Ja, zeker. Zeker. Dat komt ook wel goed. Ja. She's a strong independent woman. Ja, inderdaad. Ja, ik hoop voor dat het snel komt. Maar ik blijf het raar vinden hoe mensen hier zijn. Ja. Heel uniek. Zo ga je ze niet vaak meer tegenkomen. Dit soort bijzondere figuren. Nee, en dan kom je ze wel tegen. Dan is het gaan, delete, oké, dag. Hey, lekker het zien, even aan. Ah, jongens. Heb je nog wat voor Kay wat in je hoofd spookt? Ik ben natuurlijk gewoon weer in de digital movement. Tja. Op het moment dat ik thuis kom. Ja. Ja, nou ja, gewoon... Ik hoop zo snel mogelijk weer bij haar te zijn. Ja. En ja, zij weet ook wel hoe het hier zit. Ja, hoe het nu met stemmen gaat, ja. Toch blijft het raar, zeg maar, hoe... Klein de impact van het publiek is. Ja. Ja, ik ben benieuwd of er morgen iets komt. Iets van een plot twist. Ja. Van, hey... Het publiek heeft in één keer 3 stemmen. Dat zou sick zijn. Ja. En dan is ineens het publiek doorslaggevend. Ja, dan wel. En niet alleen in deze ronde, maar ook in alle stemrondes die komen gaan. Ja, maar zal elke stemronde zo gaan lopen? Nou, het blijft wel mooi omdat het publiek toch een
een soort van onzekere factor is. Waar je wel op gaat proberen te calculeren. Ja. En waardoor je minder snel een Brendan op de bank zal zetten. Ja. Als je niet voldoende overwicht hebt, omdat je dan gewoon gaat verliezen. Mm-hmm. Dus dat lijkt me, zeg maar niet voor mezelf, maar meer voor het verloop van de finale heel interessant. En dat ik denk van nou, die drie keer een enkele stem die er tot nu toe verdeeld is, die speelt bij een bank van twee man natuurlijk bijna geen rol. Nee, nee, klopt. Want mensen weten waar de zwaarte op zit bij de een en gaan dan zwaarte leggen op de ander. Mm-hmm. En ja, wat die drie reststemmen dan doen, dat is voor de formaliteit dan. Ja, klopt. Dat is meer van, hey, we laten zien dat het publiek ook wat te zeggen. Ja, ze bestaan in ieder geval. Ja, precies. Eén voor Andrea, één voor Shell, één voor Merel. En daar blijft het bij. Ja. Ja, die snapte ik ook niet. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het hier verder gaat lopen. Nee joh, zo gang met je. Lekker op zijn utopiaans. Tja.